Het was jarenlang zo'n beetje de lelijkste plek van Nijmegen. De hoek bij het busstation van Plein 44, waar voorheen het Aftandse gebouw van Intersport stond. Dat gebouw is al even weg en in het afgelopen jaar herrees op deze plek een enorme woontoren. Op de begane grond kunnen vanaf vandaag de dagelijkse boodschappen worden gedaan, want daar opende deze ochtend een gloednieuwe Albert Heijn. Plein 1944 in Nijmegen staat al jarenlang bekend als onveilig met veel overlast en criminaliteit. Het pand waar eerst het oude versleten gebouw van Intersport stond, hielp daar niet aan mee. Met de komst van een nieuw filiaal van supermarktketen Albert Heijn komt daar hopelijk verandering in. Ik vind het echt fantastisch geworden. Super blij met de grootte van de winkel. En we hebben echt de focus gelegd op het vers gedeelte en echt een foodwinkel. Dus non-food zo klein mogelijk gemaakt. De Albert Heijn aan de Bloemerstraat is met haar 849 vierkante meter de grootste AH in het Nijmeegse centrum. Wat niet alleen zorgt voor extra werkgelegenheid, maar ook meer mogelijkheden biedt voor omwonenden om hun boodschappen te doen. Zoveel mogelijk halen we lokaal, waar niet kan ergens anders. Maar ontzettend veel leveranciers die aangesloten zijn bij ons. Ja. Niet bij alle filialen gaat het klantencontact even goed. Door agressieve klanten bij meerdere AH-filialen gaan medewerkers binnenkort niet meer met naamkaartjes rondlopen. Of kerstverse supermarktmanager Baltussen zich daar ook zorgen over maakt? Het is natuurlijk wel een stadswinkel, dus natuurlijk, daar hoort enig temperament bij. Er is veel reuring in de winkel. Ik heb wel veel ervaring in dit soort winkels, dus ik weet een beetje wat ik kan verwachten. Maar uiteraard doen wij er alles aan om de veiligheid van onze medewerkers voorop te zetten. Dus we zijn bezig daarin met de training heb je dan, maar je hebt ook beveiliging. Maar ik geloof altijd ook in de klant altijd goed verwelkomen. En dat je die zin al heel veel agressie ook tegen kan houden. Dus echt die klantvriendelijkheid hoog in het vaandel zetten.